Sexual Lotte. Hoe doen de meeste meisjes hun schaamhaar? Je hebt verschillende soorten stijlen van hoe je je schaamhaar juist kan bijwerken. De meeste meisjes die kiezen ervoor om alles volledig weg te doen. En een kleine minderheid die kiest er eigenlijk voor om het bij te werken door het bijvoorbeeld te trimmen of een beetje bij te knippen. Heel weinig meisjes kiezen er eigenlijk voor om alles te laten staan. En ook de patroontjes van tegenwoordig worden bijna niet meer gedaan. Ongeveer 50% van de meisjes die onthaart ook alle haren tussen de bil spleet. Het is vooral belangrijk dat je zelf kiest wat je graag wilt doen en waar je jezelf gemakkelijk bij voelt.